Er zijn wat problemen op de rechtsbackpositie. Kun je dat even toelichten? Nou ja, dat er problemen zijn in die zin van het woord dat Nacho die afgelopen paar wedstrijden op die positie gespeeld had. Twee dagen ziek is geweest en ook dus gisteren en vandaag niet kon trainen. En dat we morgen pas weten of die werkelijk inzetbaar is voor morgen. Nacho speelt natuurlijk omdat Ramos geblesseerd was. Die leek op de goede weg, die speelde nog met Jong, maar die heeft een terugval gehad. Ja, klopt, ook gisteren. Toevallig en helaas. Maar goed, die is dus morgen ook weer niet inzetbaar. Ja, je zegt hetzelfde, wat het dus afwachten van Nacho, dat is dan morgen pas duidelijk. Ja, dan zagen we Godfried Roemeraad op de training vandaag. En die heeft bij Jong, geloof ik, de derde divisie op rechtsback gespeeld. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zou dat een optie dus zijn voor morgen? Zou kunnen. Maar er zijn ook meerdere opties natuurlijk. Hoeveel opties heb jij als Nacho ook nog wegvalt? 4. Dus ja, kan alle kanten op. Morgen zien we wel. Hè. Als Nacho het echt niet redt, ga ik niet vanuit. Maar goed, het kan. Dan zullen we moeten terugschakelen naar een van die 4 opties. We weten in ieder geval wat jouw collega-trainer René Haken gaat doen. Die liet vandaag weten dat hij vasthoudt aan de 11 waar hij tegen Jong PSV mee heeft gespeeld. Jouw kennende heb jij die wedstrijd gekeken. Wat viel je aan hen op, ook dus met in het achterhoofd dat ze met dezelfde 11 gaan starten? Nou, dat is anders spelen dan daarvoor. En dat het ook eigenlijk een ploeg is die, nogmaals wat ik net gezegd heb, voldoende kwaliteit heeft en ambitieus is om iets te bewerkstelligen in deze keukenkampioen-divisie. Dus een goede tegenstander. In hoeverre helpt het dat jij natuurlijk precies weet wat voor een trainer René Haken is? Ja, we kennen elkaar door en door natuurlijk. Dus daar zijn niet zoveel geheimen over. Alleen hoe we het morgen gaan aanpakken, dat weten we niet van elkaar toch? En dat wordt interessant om te zien. Nou ja, dat weten we niet van elkaar. Jij weet dus nu wel met welke 11 hij gaat starten. En gezien de wedstrijd van maandag in jouw achterhoofd, kun je dan toch wel een beetje een beeld vormen? Oh, ik heb een duidelijk beeld van hem. Maar niet alleen maar van afgelopen maandag, maar tijden daarvoor. Dus dat kan ook alle kanten op. Het wil niet zeggen dat zij mezelf de 11 starten hoor. Op welke manier zie jij echt de hand van Haken in het spel van Cambuur? Nou, dat ze georganiseerd zijn en dat ze taai zijn en een ploeg die ook heel graag wil. Nou, dat zie je duidelijk aan van René erin. Nog 2 competitiewedstrijden te gaan voor de winterstop. Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar. En dan weet je dus dat morgenavond er een topperprogramma staat. 2 concurrenten tegen elkaar. En je zegt altijd niet kijken naar een ander. Maar je weet dat je hoe dan ook kunt profiteren bij winst. Dus wat doet dat met jullie? Nou, dat is dan neem je ter kennisgeving. Niet meer en niet minder, want jij moet het uiteindelijk moet je het zelf gaan doen. Uiteraard kijk je met de schijnoog naar andere uitslagen en naar andere teams. Want dan heb je ook mee te maken, simpel zat. Alleen uiteindelijk moet je het zelf gaan doen, dan wil je het verschil gaan maken. En eigenlijk ligt de focus volledig op onszelf. Toch wel een interessant potje op het andere veld. Ja, nou en of. Al die potjes waar zeg maar, rechtstreeks concurrenten tegen elkaar spelen is interessant. Zo zie je het wel in deze keukenkampioendivisie dat er geen eenvoudige wedstrijden zijn voor niemand. Ongeacht tegen wie je speelt. Ja, en dat het heel spannend is. En dat de onderlinge verschillen heel klein zijn. Dus je moet je echt focussen op jezelf. En daarin je punten proberen te pakken. En dan pas kun je ook het verschil ergens gaan maken.